Dat is te vroeger ingepompt en dat moet zo blijven. Op zondag is de rustdag. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat is het vierde gebod. Maar in onze 24-uurs-economie gaan steeds meer winkels open op zondag. Maar is het ook zo dat steeds meer mensen werken op zondag? Is dit gebod daarom niet een beetje achterhaald? Ik sta hier bij een lokale ondernemer. U bent op zondag dicht. Kunt u ook vertellen waarom? Nou, ten eerste ben ik dat gewend van huis uit vroeger. Mijn moeder zou het verschrikkelijk vinden als ik op zondag open zou gaan, denk ik. Maar daar doe ik dat niet voor, want ik heb mijn eigen verantwoording. Maar ik vind sowieso een dag rust in de week heel belangrijk. En dat is zondag natuurlijk de mooiste dag van de week. Ik bedoel, ik ben vanuit huis uit opgevoed in een christelijke vorm. Dus ja, ik zou heel raar vinden als ik op zondag open zou gaan en heel verloochenend zijn tegenover de klanten die ik zou hebben. En daarover gesproken, loopt u ook echt inkomsten mis omdat u op zondag dicht bent en de Albert Heijn is bijvoorbeeld open? Ik denk dat het heel moeilijk wordt, ja. Want op zondag wordt hier, als ik zo hoor dat een Jumbo en een Albert Heijn en andere supers toch een 100.000 euro op een zondag ophalen qua omzet, dan lopen de mensen niet langs onze zaak. Dus de impuls en de verkoop is minder. Meneer, we leven in een 24-uurs-economie. Vindt u het ook belangrijk dat ook wel eens wordt gerust, bijvoorbeeld op de zondag, hè, wat de Bijbel ook voorschrijft? Ik vind dat ook belangrijk, ja. Ik ben blij dat ik ook niet op zondag hoef te werken. Dus ja, daar hecht ik wel aan. Ik vind goed die rustdag. Voor mij hoeven de winkels op zondag niet open. Onzin. 'S Avonds tot 9 uur, of tot 10 uur. Waanzin. Ze kunnen altijd wel terecht in de winkel. Vroeger waren de winkels op maandag gesloten, nu zijn ze op maandag ook nog eens open. Dus nee, ik ben tegen op zondag open. Sowieso, of de Bijbel het voorschrijft of niet, ik vind dat het gewoon al heel verstandig is dat mensen één dag eens even uit de sleur gaan en een rustdag nemen. Mijn dochter heeft hier een winkel en wij zullen ook op zondag nooit open gaan. Nog ineens, ja, voor onszelf voor de rust, maar we willen ook andere mensen niet kwetsen. Mevrouw, wat betekent de zondagsrust voor u? Bij mij is de zondagrust ook echt rust. Ik doe de nodige dingen van eten, koken, afwassen. En als je mij vraagt, Marie-José, wat heb je gedaan? Niks, want die dag is er voor uitgevonden om rust te houden. Dat doe ik ook, dat heeft hij niet voor niks gedaan. Want als wij maar 7 dagen doorrazen, wat de meesten doen, en ik maak me schuldig hoor, ik ga ook wel eens op zondag boodschappen doen. Ik moet nou niet zeggen, hand in eigen boezem, ik doe het ook. Maar het is eigenlijk van de gekken dat de mens niet meer rust houdt, want daar staat er toch. De 7e dag rustte hij. Maar ja, de mensen gaan maar door en door. En begrijpen dan niet dat ze een burn-out krijgen. Dat is toch logisch? Mevrouw, mag ik aan u vragen wat de zondagsrust betekent voor u? Voor mij? Vooral 1 dag in de week dat ik niet hoef. Dat ik nergens naartoe hoef. Dat ik kan doen wat ik zelf wil. Inderdaad, boek lezen, stamboomonderzoek, met kinderen, gezinsleven. En wat gebeurt er als u dat niet zou doen? Dus 1 dag in de week een beetje ontspannen, rustig aan doen. Welke kant gaat het dan op bij u? Heeft u het ook echt nodig? Ja, ik heb een burn-out gehad vanwege mantelzorg en werk en een gezin en alles. En dat wil ik niet nog een keer. Wat vindt u van het idee dat eigenlijk de Bijbel dat voor de hele samenleving voorschrijft? Echt specifiek op zondag rusten? Ik ben het toevallig met de Bijbel wat dat betreft eens. Ik ben verder niet gelovig, maar die 1 dag rust in de week, dat ben ik zeker wel met ze eens. Ja. Ja, sommige dingen zijn gewoon goed, die blijven gewoon. Ja. Dus dat de winkels steeds vaker op zondag open gaan, dat hoeft van u dus ook weer niet? Nee, dat zou voor mij minder hoeven. Nee, een supermarkt is al makkelijk, maar je ziet mij niet op een woonboulevard op zondag. Dat zeker niet, nee. Nou kijk, van huis uit ben ik dat gewend op zondag. Dus ik vind dat wel bij de zondag horen. En dat het allemaal zomaar makkelijk gaat en iedereen maar gewoon zegt, joh, het is een gewone dag. Dat vind ik niet. Ik vind de zondag een speciale dag. Op zondag is er rustdag en er moet nooit iemand aankomen. Ik hou er altijd rekening mee. En dan denk je, wat moeten die mensen op zondag allemaal lopen te sjouwen en te doen in de tuin? En nou ja, dat je een... Nee, ik zal op zondag nooit werken. Nooit gedaan. Dat komt dat iets van vroeger ingepompt en dat doe je dan niet meer. Maar stel nu dat iemand zegt van ja, prima zo'n rustdag, alleen ik wil het graag op woensdag. Is dat verkeerd? Ieder voor zich, toch? Ik doe het op zondag. Maar u vindt het wel handig als iedereen het op zondag doet, toch? Tuurlijk, op zondag hoor je een beetje rustig aan te doen. Alsjeblieft, 1 rustdag en dat is dan op zondag. Maar als iemand op woensdag wil, ja, of op donderdag, ja. De keus, ja. Maar op zondag niet, nee, niet werken.